Radio gaan op bedrijfsbezoek. We zitten dit, voor deze keer tenminste, in het, waarschijnlijk wel het meest muzikale bedrijf uit de regio. We zitten, of zijn toch als bij Pianos Mana. Bij mij zit Tine Mana's. Tine gaat ons een en ander vertellen over de Open Bedrijven straks. Maar eerst iets is helemaal anders, Tine. Ik wil het met jou eens hebben over, ja, een beetje geschiedenis. Want, ja, Pianos Mana zijn eigenlijk al een beetje een statement, eigenlijk, in de muziekwereld. Ja, klopt. Pianos Manen is dit jaar 80 jaar jong eigenlijk, laten nee. we zo zeggen. Um, Chris Manen en zijn twee zonen, Dominique en Frederik, zijn eigenlijk de tweede en de derde generatie. En het bedrijf werd um, in 1938 opgericht door de ouders van Chris Manen, Albert Manen en Zulman Dutrelinje. En met 80 jaar is toch een reden om te feesten, daarom ook dat we nu uh, meedoen met Open Bedrijvendag. Maar 80 eh, jaar oud is al heel wat. Maar we zijn toch nog altijd eh, even fris en monter, zoals een twintiger. En we zijn heel hard bezig met eh, elke dag het beste voor onze klanten te doen. Dus 80 eh, jaar is er reden om feest te vieren. Ja, en met rechter reden natuurlijk. Maar ik kan me ook voorstellen: aan de andere kant, piano maken, het is niet zo vanzelfsprekend. Bedoel ermee, het is niet dat het allemaal machinaal kan gebeuren. Nee, het is en blijft echt een ambacht. Uh, het pianos bouwen, echt in het, de pure zin van het woord, is iets wat voor niet iedereen is weggelegd. Uh, het heeft een zekere know-how, uh, is zeker vereist. Uh, als je weet dat een piano uit, uit 80, 90 procent uit hout bestaat, je kan niet voor. Alle verschillende onderdelen in hetzelfde hout, dezelfde houtsoort gebruiken. Alleen al daarin zijn er heel veel varianten. En het is eigenlijk die kennis voor het bouwen van symbols, pianofortes. Dus ja, eigenlijk de historische voorlopers van de piano. Het zijn eigenlijk ook voor die instrumenten dat je heel veel kennis moet hebben. Um, en als je kwaliteit wilt maken, bouwen, als je niet uh, een bouwpakket wilt samenstellen, dan, dan kan je dat niet machinaal. Dan moet er, uh, is er handwerk en, uh, en, en ambacht uh, dat erbij komt kijken. Je haalt het zelf aan: piano bestaat natuurlijk voor een groot stuk uit hout. Uh, jullie hebben ook uh, een link met, het, met, met de natuur, zeg maar, want jullie doen ook iets speciaals natuurlijk, naar die natuur toe. Ja, we zijn heel hard bezig met, uh, met verantwoord ondernemen. Met uh, toch uh, ook als bedrijf ons steentje bij te dragen. En na elke, bij elke verkochte piano planten wij een, een boom. Wij werken daarvoor samen met WeForest. Forest. Dat is een bedrijf dat dat voor ons doet. En uh, ik moet zeggen dat dat toch iets is wat, wat veel aandacht krijgt. En we zijn er ook heel trots op. Uh, omdat wij natuurlijk voor het bouwen van de instrumenten, bijvoorbeeld van de Krismanus Straight Strong Grant, daar kruipt heel veel hout. In. In. Je kan ook niet al het hout van eenzelfde boom gebruiken. Je moet kijken naar, zitten er fouten in de nerven? Zitten er uh, zaken in die we niet kunnen gebruiken, die niet goed zijn voor de klank, klankgeleiding? En dus uh, gebruiken we heel wat hout. We hebben een heel grote houtvoorraad en daarom ook ons idee om, om dat een beetje terug te geven aan de natuur. Zeg maar. Ik zag ook dat jullie hofleverancier zijn ondertussen. Uh, wat doet dat met een bedrijf? Oh, die hof, het label Hofleverancier is een mooie erkenning van iets wat eigenlijk al heel veel jaren achter de schermen uh, realiteit was. Het is heel leuk dat uh, muziek ook, ook daar, ook bij, bij het Koningshuis, bij het Vorstenpaar, speelt een belangrijke rol. Um, en de erkenning van Hofleverancier is natuurlijk een label dat, dat elk bedrijf graag uh, zich toebedeeld ziet. En het is met... met uh, Koning Filip is het dan eigenlijk officieel in, in orde gemaakt. Dat wil concreet zeggen dat wij piano's stemmen, klavesymbols stemmen en, en instrumenten leveren wanneer zij een evenement hebben. En dat gebeurt altijd vlekkeloos. We kennen hen ook zeer goed. De techniekers zijn daar ook graag te gast. Dat zijn uiteindelijk ook. Gewone mensen die graag in hun vrije tijd piano spelen. Dus het is heel leuk om te doen. Het is een mooie erkenning en is ook weer een voorbeeld dat wij kwaliteit van de hoogste, het hoogste niveau willen leveren. Ik weet dat we er niet zo heel veel mogen over zeggen, natuurlijk, over ons Koningshuis, maar hoe muzikaal is onze Koning? Laat ons zeggen dat er verschillende leden van de familie zijn die, die piano spelen en die ook oprecht geïnteresseerd zijn. Um, en dat is, ja, dat is natuurlijk in hun eigen privé-sfeer dat wij, dat wij die service uitvoeren. Dus ik kan daar inderdaad niet veel over zeggen. Maar ze uh, zijn zeker uh, zijn allemaal met muziek bezig, kan ik wel zeggen. Ja. Hoe muzikaal moet je zijn om hier aan het werk te mogen kunnen of kunnen gaan bij Pianosmanen? Goh, bedankt. Natuurlijk af van wat, wat je doet in de firma, maar het, de meeste mensen zijn hier eh, op zijn minst gepassioneerd door muziek. We hebben eh, natuurlijk heel veel pianisten voor de publiekere functies, zoals pianoconsultant. Um, maar je hebt ook mensen die in het algemeen bezig zijn met muziek. Er zijn hier verschillende collega's die samen een band hebben opgericht. Dan spreek ik over gitaar en over drum. Dus, het is zeker niet piano in de strikte zin van het woord, maar je moet natuurlijk om, om de klanten te kunnen verstaan en op een bepaald manier, op een manier te kunnen meespreken, moet je natuurlijk weten wie Bach is en wie Beethoven is en wat de nieuwste hit uh, op YouTube is naar, uh, naar een meer uh, modernere vormen van, van, van pianogebruik, met digitale piano's en dergelijke. Dus uh, piano is geen must, maar in bepaalde functies kan je natuurlijk niet omheen. En als wij een collega vinden die perfect matcht in een bepaalde vacature, dan is daar piano natuurlijk uh, is dat ook in de package opgenomen. Ja. Ja, Tine, we zitten hier natuurlijk ook rond het kader van Open Bedrijvendag, waar je dus, zoals we bij het begin van het gesprek ook zeiden, aan meedoen. Ik kan me voorstellen ja, dat dit een hele ja, organisatie is voor jullie. Ja, klopt. Het bedrijf wordt eigenlijk als het ware omgebouwd. Er zijn dertig bezienswaardigheden die de, die de mensen via een, een route kunnen. Uh, Bekijken. Dat is dan concreet hoe dat wij in onze dagelijkse werking functioneren. Dus uh, dat gaat over het leveren van piano's, hoe gaat uh, de stroom van logistiek uh, binnen en buiten. Dat gaat over het stemmen van piano's. Maar dat gaat bovenal, en dat is ook wat de mensen, waar de mensen voor komen, gaat bovenal over het atelier. Hoe bouwen wij piano's? Want het bouwen van piano's is iets wat. Op vandaag meer gebeurt door um, grotere fabrieken in het, uh, in, het, in het oosten. Maar wij bouwen ze dus ook nog zelf, wat op zich wel een hele prestatie is. We hebben daar inderdaad wel een aantal machines voor. Maar het meeste blijft handwerk. En het is toch die ambacht, dat, die terugkeer naar uh, het kleine atelier, bij wijze van spreken, dat toch. De interesse blijft wekken. Dus wij hebben een parcours. Daarvoor moeten we natuurlijk wel, om allemaal in, in orde te zijn met de veiligheid, eh, moeten we brede gangen maken en zo. En in de dagelijkse werking durven daar nogal eens veel piano's in de weg te staan. Dus dat op zich is wel een uitdaging. Maar het is iets wat we met plezier doen, omdat we weten dat, dat de return daar wel eh, heel groot zal zijn. En we kijken er echt naar uit om, eh, om iedereen met het piano te laten kennismaken. Is het de eerste keer dat jullie deelnemen aan een Open Bedrijvendag? Nee, VOCA Open Bedrijvendag is iets waar we in uh, vijf jaar geleden ook aan hebben deelgenomen. Toen bestonden we 75 jaar. Um dat was ook een reden tot feest en toen hadden we toch een, een 4000 bezoekers. En vijf jaar daarvoor, in 2008, hebben we ook deelgenomen, zaten we aan 7000 bezoekers. Toen zaten we net in dit nieuwe pand. Dus um, we doen het niet elk jaar omdat het, omdat het logistiek geweest een hele, hele grote opdracht is. Maar ook omdat we het ook vinden dat uh, om de zoveel tijd mogen we ons bedrijf openstellen. Natuurlijk zijn ook mensen welkom tijdens de gewone. Dagelijkse openingsuren. We hebben ook heel veel bezoeken die mensen kunnen boeken, maar dit in het groot en in het breed is, uh, is vijf jaar geleden. En is, op, ja, is ook heel anders dan toen. We hebben, uh, het bedrijf is heel wat veranderd in de ja. laatste vijf jaar. is uh, bezig met, uh, met de prachtige Crisemanen Concert Grand, toch wel een baanbrekende piano, ja. waar dat de mensen terecht alles over willen weten. En dat is ook waar dat het bedrijf uh, en ook de FOCA Open nu toch wel op gefocust is. Met andere woorden, ik zou willen besluiten met de vraag te stellen van uh, Tine: waarom moeten we op Open Bedrijvendag uh, pianosmanen zeker bezoeken? Ik zou zeggen, als je algemeen een interesse hebt voor piano en je wil even kijken wie we zijn, wat we doen, kom zeker af. Maar ook als je echt specifieke vraag hebt, heb je bijvoorbeeld een oude piano waarvan je zegt van ik wil weten wat de waarde van mijn instrument is, breng wat foto's mee. Maar bovenal heb je al veel gehoord over ons atelier, over de Maan rechtsnare vleugel, over die baanbrekende nieuwe piano. Dan is een bezoek zeker de moeite en dan kan je er alles over te weten komen. Ja, want ik zag hier ook dat we niet alleen een piano kopen. Okay, dat... Dat is, dat is een van de mogelijkheden. Maar ik zag ook een folder waarin je een piano kan huren bij jullie. Of heb ik het verkeerd? Nee, klopt uiteraard. Uh, we hebben eigenlijk voor elke pianist een piano voor zijn of haar budget. Een piano huren is iets voor beginnende pianisten. Mm -hmm. Heb je, stel je hebt een zoon of een dochter die, die zegt van ik zou wel piano leren spelen. Dan krap je waarschijnlijk even in het haar. Want dat is niet zomaar even uh, naar de winkel om een piano te, aan te schaffen. Dus dat geeft uh, onze klanten de mogelijkheid om even de katten te boom te kijken. En later over te, de overschakeling te maken naar een, een mooiere, een duurder instrument. Afhankelijk van de interesses van hun zoon of dochter. Huren, huur, huurkopen of directe aankopen is allemaal mogelijk. Dus uh, mensen kunnen eigenlijk voor, uh, voor zowat alles met piano bij ons terecht. Dus als je uh, thuis uh, denkt van oké okay, goed, we zijn toe aan een piano, er is een mogelijkheid om dat ook te huren. Tina, als afsluitend vraagje. Uh, jullie zijn hoofdleverancier, daar hadden we het al over. Maar zijn er ook uh, klanten waarvan je zegt van dat zijn klanten die ons zijn bijgebleven? Of is dat uh, secret? Goh, er zijn natuurlijk altijd uh, de speciale, speciale klanten. Dat kunnen klanten zijn die een, een hele, hele dure piano mm -hmm. kopen. Dat kunnen ook klanten zijn die twintig die jaar sparen voor een heel mooie piano. Uh, ik zou zeggen. Klanten die ons bijblijven natuurlijk wel, maar we proberen toch voor elke klant ons uiterste best te doen. Is dat nu iemand die heel, heel, heel lang spaart voor een, voor een piano van rond de 5000 euro? Of is dat iemand die hier morgen komt binnenwandelen en bij wijze van spreken de lotto heeft gewonnen? Elke piano wacht op zijn eigen klant. Elke klant krijgt een, een individueel advies. En wij gaan op elke dag, op elk moment toch proberen om ons beste beentje voor te zetten. Gelijk, wat is de prijs? Gelijk, wie is de achter? Wie is de klant? Dat maakt ons niet zoveel uit. We doen echt ons uiterste best voor iedereen. Klant is Koning. En dus komen we op 7 oktober inderdaad ook eens een kijkje nemen op Open Bedrijvendag. Hier bij Smanen in Ruisleden. Tine, hartelijk dank voor het interview. Graag gedaan. Tot dan.